Nou ja, dus ik ben van de week op date geweest. En heel veel mensen vragen natuurlijk aan mij: ja, hoe was dat dan, vlakwantie? Hoe was dat? En ja, ik kan eigenlijk alleen maar zeggen dat het. Ja, dat was echt hartstikke leuk. Begon al op Centraal, waar we hadden afgesproken. Dat toen ze mij zag, moest ze heel erg lachen. Dus dat was heel leuk. Ik had een mooie bos bloemen voor haar gehaald. Ja, dus ik zeg, zullen lekker een hapje gaan eten? Ze zei, nou ja, ik heb eigenlijk absoluut geen honger. Ik zeg, nou, weet je, laten we het toch maar proberen, want ik weet precies hoe dat zit. Dat is gewoon spanning. Weet je wel, gewoon spanning had ik ook. Dus dat is toch leuk om te merken dat zij dat dan ook heeft, weet je wel. Nou ja, dat vond ze dan goed. Dus wij naar het restaurant en ja, wat ik al zei, daar kwam ze helemaal tot bloei. Lijkt gewoon een hele sociale dame, weet je. Met de tafel naast ons, dat was hartstikke gezellig. En met de ober, was helemaal leuk. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje hard to get spelen tegenover mij, weet je wel. Maar ja, dat heb ik gewoon door. Dus ja, het is een spel. Het is een spel. En dat speel ik net zo hard mee. Weet je wel. Dus wat dat betreft was het helemaal leuk. Hebben we ook wel een klik, weet je. En nou, toen had ik mijn eten op ik zeg, zullen we dan ga ik even naar de film gaan? Ze zegt, nou ja, zegt ze, ik weet hier een leuk cafeetje op de hoek. Misschien kunnen we daar even heen gaan. Dus ik zeg, nou ja, dat is goed. Weet je, ik denk even nog wat wijn erin en bingo, weet je wel. Maar goed, en heel toevallig zijn we in dat café. Komt ze in één keer een hele oude bekende van de tegen. Dus dat was helemaal leuk. Het is een hele aardige gozer. En ja, wat lachen. Ze deed net alsof ze zich aan elkaar voorstelden. Dus was ook gewoon humor, weet je. En ja, aardig vent, denk ik. Want ja, ik kon het allemaal niet horen waar ze het over hadden. Maar het zag er heel gezellig uit. Dus nou ja, aan het einde van de avond kwam die gozer naar me toe. Hij zegt, joh, weet je wat, ik breng hem wel naar huis. Dan kan je ook verder met je leven. Dus dat was hartstikke aardig. Het is gewoon hartstikke aardig. En super relaxed. En nou ja, ja, gewoon goed, weet je. En ze zegt, ik bel je nog wel. Dus ja, en dan vind ik het toch wel heel leuk om te merken dat de dag daarna dat ze gelijk van Tinder af is. Weet je, dat zegt wel wat. Ah ja, en het enige minpunt was dan dat ik echt absoluut geen geschikt moment kon vinden om die bosbloemen aan te geven.